Welkom bij een RN7 special. Dit weekend begint het EK voetbal. En net zoals in 1988 wordt dat georganiseerd in Duitsland. En hoe ook u denken, wat heeft dat dan met deze streek te maken? Nou, het volgende. Oranje moest zich natuurlijk voorbereiden op dat EK. En deed dat ook met een uitzwaaiwedstrijd. Nu tegenwoordig wordt dat in de Kuip gedaan. Toentertijd niet in de Kuip, niet in het Olympisch Stadion. Nee, die uitzwaaiwedstrijd werd hier gespeeld op Sportpark Zuid in Groesbeek tegen de Treffers. Een legendarische wedstrijd. We gaan terug naar 9 juni 1988. De Treffers tegen het grote Oranje dat later Europees kampioen werd. We gaan praten met de aanvoerder Willy Willems over die wedstrijd en de keeper Henny Nillissen. Willy, jij was destijds aanvoerder van het team van de Treffers. Hoe was dat, dat het grote Oranje hier kwam op Zuid? Ja, dat was voor ons een, hoe moet ik het noemen, een jongensdroom wie uitkwam. Want ja, goed, je zag die spelers alleen maar van ver af op tv. En op het moment dat je er dan zelf tegen mag spelen, ja, dan nogmaals, dan komt er een droom voor je uit. Ja, van tevoren ben je daar al weken mee bezig, daar leef je naartoe. En ja, op het moment dat het dan zover is en je ziet dat er 7.500 man aan publiek aanwezig is, ja, dan is dat iets geweldigs. Dan heb je inderdaad het gevoel dat je droomt, omdat je tegen het echte Nederlands elftal, tegen de beste spelers van Nederland staat te spelen. En ja, dat is uniek natuurlijk, want ja, hoe vaak komt dat voor? Ja, eigenlijk nooit, in ons geval één keer in je leven. En ja, dat is een fantastische herinnering. Ja, Henny, wat weet jij nog van die wedstrijd uit 1988? Wat ik nog weet is dat ik 10 doelpunten om de oren kreeg. En dat was niet des treffers, zou ik maar zeggen. We hadden een verdediging, we kregen weinig doelpunten tegen. En toen kregen we er in één keer voor de rust al 6 tegen en na de rust 4. Hoe is dat dan om uit het net te halen? Nou ja, als je als keeper zijnde doelpunten tegen krijgt, dat is nooit leuk. Nee. Dus, en als je dan ook nog 10 in een wedstrijd tegen krijgt, daar werd ik niet vrolijk van. Ik was na de wedstrijd zeker teleurgesteld dat we de 10 tegen hadden gekregen. Er waren toen, alles was volgebouwd met tribunes. Dus daarom konden hier 7.500 mensen terecht. En als je dan de warming-up begint en je ziet dat hier al gewoon helemaal bomvol staat. Ja, dat is zo'n geweldige ervaring. Zo'n kippenvelmoment was dat. Dat is echt, ja, je gaat er alleen maar beter van worden, denk ik. Alleen ja, tegen dat soort jongens, ja, daar kun je nooit van winnen. Ja, er was dus niemand meer thuis in Groesbeek. Nee, inderdaad. Ik kan me nog herinneren, want ik woonde toen de tijd hier vlak bij het sportpark. En die wedstrijd die was om 7 uur. Maar wat ik niet gewend was, om 5 uur kwam er al publiek langs bij ons langs het huis. Dat ik ging twijfelen, dat ik dacht van, heb ik wel het goede tijdstip, kom ik niet te laat. Dus ik heb toen, dan meen ik echt, voor de zekerheid nog hierheen gebeld en gezegd van, luister, wij moeten toch pas om 5:15 hier zijn. Ja, 5:15. En dan ben je aanvoerder, dus dat betekent dat je ja, naar die middenstip mag, hè? Ja. Wie was de aanvoerder toen bij Oranje? Ruud Gullit. Die was toen de aanvoerder, die mocht ik een hand geven. Ja, een hand geven, faantje uitwisselen, ja, denk ik, of precies, niet? Ja, bloemetje geven. Zei je nog iets tegen hem? Nee, weet ik niet meer, nee. Ja, het mooie van alles was, wij werden door hun gefeliciteerd, omdat wij toen op dat moment zelf kampioen waren geworden bij de zondagamateurs. Want wij maakten toen net na de warming-up nog een ererondje. Ja. En wij werden ook door het Nederland zelf al gefeliciteerd met ons kampioenschap. Dus dat, jullie kregen geen erehaag? Nee, geen erehaag. Nee, dat niet. Aan de andere kant stond Hans van Breukelen. Ja. Klopt. Was dat een beetje een held van jou, of hoe ja, moet ik dat zien? Ja, zeker. Dat heb ik altijd een van de betere keepers van Nederland gevonden. Die echt goed kon keepen, goed in lijn was, goed in uitkomen. Ik probeerde Hans van Breukelen te zijn, heb ik nooit gered. Het mooie was, na de wedstrijd in de kantine kwam hij mij het shirt geven van hem. En hij zegt van, jongen, jullie gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap. Ik zeg aan jullie veel succes. En hij zei, nou zei hij, dat zullen we nodig hebben. Hoe is dat dan om tegenover dat soort spelers te staan? Want ja, dat kunnen we eigenlijk nu niet meer voorstellen. Hè? Ja, je weet bij voorbaat dat je kansloos bent. Want ja goed, je weet zelf, uiteindelijk was de uitslag 10-0 voor het Nederlands elftal. Er werd van tevoren ook aan ons gevraagd of we wel een klein beetje voorzichtig wilden zijn met tackles aangaan. Want ja goed, Nederland moest richting het EK. En ja goed,
je bent denk ik automatisch al een klein beetje voorzichtig, omdat je weet dat je tegen de grote jongens speelt, wie dan in die week gaan starten aan het EK. Maar het was voor ons een fantastische belevenis, echt. Ja, dan krijg je het ene na het andere doelpunt om je oren. Ja. En wat zeg je dan als keeper tegen je verdediging? Of wat zeg je als verdediger tegen de keeper dan? Ja, dat het tijd wordt dat hij een keer een balletje tegenhoudt. Nee, het is net wat hij niet zegt. Het is, dat is onbegonnen werk. Vanaf minuut 1 loop je achter de feiten aan. En dat is op de 90ste minuut nog zo. En dan hoop je dat het geen afgang wordt. Ja, en is 10-0, is dat wel of geen afgang? Ik weet het niet. Maar je komt zelf heel weinig aan voetballen toe. Want op het moment dat je zelf balbezit hebt, ja, met 20, 30 seconden kun je hem weer inleveren bij de tegenstander. En dan kun je weer achter de tegenstander aanhollen. Dus als team zijnde, als ploeg zijnde, kom je jezelf niet echt aan het voetballen toe. Maar dat neemt niet weg dat het een fantastische belevenis blijft. Ja. Wat staat je nog het meest bij van die wedstrijd? Wat staat me het meest bij van die wedstrijd? Onder andere wat ik net zei, dat er van tevoren gevraagd werd van, kijk een klein beetje uit met tackles. Maar ik kan me nog herinneren dat net voor het eind, toen de tijd Wim Koevermans, die viel in bij het Nederlands elftal. En daar kreeg ik me toch een rotschop van. En toen raakte ik zelf geblesseerd. Terwijl wij toen nog om het Nederlands kampioenschap moesten spelen tegen Dos Kampen. En ik met zo'n dikke enkel van het veld moest. En wat ik wel netjes vond, dat later Michels in de kleedkamer kwam en zijn excuses aanbood voor de overtreding van Wim Koevermans. Ik herinner me nog even, wij moesten proberen te spelen zoals Rusland zou gaan spelen. Weet je nog? Ja, klopt. Werd dat door de KNVB? Dat werd door de KNVB meegegeven, ja. Omdat wij moesten proberen te spelen zoals Rusland speelde. Ja. En toen zeiden we later nog tegen elkaar, als we ons eigen spel hadden gespeeld, dan was het minder geworden. Ja, okay. Ja, en dan tot slot, wat denken de heren van het huidig Oranje? Kunnen ze weer Europees kampioen worden in Duitsland? En had er niet misschien wel een Groesbeekse keeper onder de lat moeten staan? Nee, hadden ze die Groesbeek mee? Nee, is flauwekul. Ik denk dat ze een goede keuze hebben gemaakt. Jasper had het jarenlang goed gedaan. Ik denk dat het zover nu is dat Jasper een stapje terug moet doen. Nou, ik ben best optimistisch, als ik heel eerlijk moet zijn. Als ik de laatste twee wedstrijden terugkijk van IJsland en Canada, heb ik het gevoel dat er iets aan ontstaan is. Dat het een heel hecht team is, een goed collectief is. En dat iedereen zijn plek weet. En ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat ook de wissels hun plek weten. En dat ze heel motiverend bezig zijn richting de basiself. Ik heb het gevoel dat ze ver kunnen komen.